Vandaag ga ik een bouwchallenge spelen tegen al mijn Content Veen karakters. Ik ben Fred. Zij zullen mij oms de beurt verschillende bouwwerken moeten uitleggen zonder dat ik mag zien wat het is. Goed, ik verwacht wel... Nee, ik snap het niet. 7 naar achter. 7? Maar dan kom ik tegen de muur aan. Dan ben je verkeerd begonnen. Kunnen we samenwerken of gaat dit helemaal mis? Als we geen 5000 likes halen op de video, dan zal die robot, die Fred, zal nooit meer terugkomen. Dus je weet wat je te doen staat. Jongens, daar zijn we dan. Fred, welkom in mijn video. Waar zijn we? In de lucht. Ja, op een platform. We zijn heel hoog in de lucht. Leuk dat je helemaal uit Content Veen, uit mijn survival serie, hier bent terechtgekomen. We gaan een video doen. Ik heb je al uitgelegd wat we gaan doen. Je vindt het heel spannend volgens mij, hè? Ja. Ik moet plassen. Wat plas jij überhaupt uit? Olie. Oké, ga naar jouw platform, naar jouw kantje. Oké, dan mag jij de hendels zo meteen overhalen. Zodra je dat gedaan hebt, dan ga je wat bouwen en dan moet je uitleggen aan mij wat er gaat komen. Oh jee, dat is spannend. Nou, Fred, haal de hendel maar over. Oké. 1, 2. Er gebeurt niks. Hoe kan dat? Waarom werkt nooit iets bij mij? Goed zo, Fred. Oké, ga jij bouwen en dan zie ik je zo meteen. Hoor jij mij nog? Hallo? Hallo? Ja, ik hoor je nog. Geen zorgen. Dit is geen groen. A few moments later. Ik ben klaar. Ben je klaar, Fred? Ik ben klaar. Je hebt wat bedacht? Ja. Oké, je kent de regels, hè? Je mag niet vertellen wat voor blok het is. Je mag alleen de kleur vertellen en je moet proberen het blok te beschrijven. En je mag niet zeggen wat je gebouwd hebt. Je moet gewoon blokje voor blokje uitleggen. Steen. Dat mag dus niet. Oh. Oké, begin maar. Hoe lang hebben wij de tijd? Laten we 5 minuutjes doen. De timer start in 3, 2, 1. Oké, Fred, let's go. Je moet beginnen met uitleggen. Ik ben klaar, de 5 minuten zijn ingegaan. Let's go. Oh jee, oké. Blokje. Mijn lievelingskleur. Groen. Ja. Maar, ja. Lichtgroen. Ja, lichtgroen. En dan? Wat voor soort? Blok. Oké, ja, ik heb hem. Klaar. Ja, gedaan. Eén ernaast. Nog één. 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 En nog één. Oké. De middelste. Eentje schuin naar boven. Er is geen middelste. De 2 middelste. Goed geraden. Ja, oké. Schuin naar boven. Schuin naar boven, dat heb ik. Eén ernaast. Huh? Eén ernaast. Oké, wacht. Ik heb de middelste. En dan heb ik schuin naar boven. Ja. Dat zijn richting de muur. Oké, maar dat zijn 2 blokjes dus die ik geplaatst heb. Eentje daarnaast. Ja? Eentje daarnaast. 4 breed. Oké, dus 4 breed vanaf het midden. 1 omhoog. 1 omhoog. Dus 4 blokken om. Dus 4 blokjes, 1 omhoog. 1 richting de muur. 1 richting de muur. Ja, maar waar? Waar 1 richting de muur? Oh. Allemaal. Zo, ja. Ja. En nu? De buitenste. Linksboven, rechtsboven. Zwart. Zelfde vorm. Erop of... Wacht. Hè? Nog één keer. De boven, linksboven en rechtsboven. Ja? Zwart. Dat heb ik. Oké. Rechtsonder, eentje daar linksonder, een knop waar je op kan drukken. Hard, onder de grond. Oké, ja, dat heb ik. Ik hoop dat ik het goed heb. Ga verder. Daarbovenop een soort tapijt. Wat voor soort? Welke kleur? Groen. Oké, of course. Op dat zwarte. Ja. Ja? Klaar? Of niet? Ja. Oké, dan gaan we verder. Ja? Oh mijn god, ik weet niet wat dit gaat worden, maar... Bruin. Ja? Lelijke kleur. Ja? Naast het uitstekende groen. Achter. Ja. Aan beide kanten? Ja. Ja, dat heb ik gedaan. En dan aansluiten aan elkaar. Bovenop, dus aansluiten. Bovenlangs. Bovenlangs. Ja, bovenlangs, ja. Hoe moet ik het dan? Oké, bovenlangs. Plannen gewijzigd. Oké. 1 naar achter. Bruin. 1, allemaal 1 achter? Ja. Ja, gedaan. Nog 1. Oké, nog 1. Ik doe dit zo fout. Ik heb het gevoel dat het fout gaat. Ja, het gaat ook echt fout. Dat weet ik nu al. Het lijkt nergens op. Ga verder. Waar ben ik gebleven? Bij Bruin. Oh ja, naar achter. Ja, 3. Hij is nu 3 naar achter, is hij. 2, 3. Ja, 3. 7 naar achter. 7? Maar dan kom ik tegen de muur aan. Dan ben je verkeerd begonnen. Ik doe wel eentje minder. Ik doe wel op mijn gevoel. Ga verder. Oké, het groene aansluiten richting het... Bruin. Dat is zo aangesloten. Oh. Ik snap het niet meer. Ga verder. Nog een minuut.
bruin dichtmaken naar beneden. Helemaal tot de bodem? Tot aan het groen wat je hebt aangesloten. Oh, wacht. Misschien dat jij dit bedoelde zo. Ik ga gewoon heel erg op gevoel. Ik doe waarschijnlijk helemaal kijken? Fout. Nee, je mag niet kijken. Mag nog niet kijken. Oké, ik heb het aangesloten tot het groene, ja? Ja. Hoe lang hebben wij nog? 30 seconden. Ik weet niet meer waar ik ben. Groen is aangesloten. Bruin is naar de grond. Oh ja, dan de achterkant. L-vorm, kleine L-vorm van groen aangesloten aan het groen en bruin. Ja, oké, dat kan alleen niet helemaal. Dus ik doe het wel zo. Dit is een ondersteboven L. Ik denk dat jij het heel goed hebt gedaan. Ik denk dat ik het ook heel goed heb gedaan. Laten we het goed maken. Ja? Is het goed zo? Ik denk het. Oké, dan mag jij de hendel weer overhalen en dan hoop ik dat het resultaat goed is. Haal de hendel maar over, Fred. Ik hoop het ook. Komt-ie. Komt-ie. 1, 2. Nou, op zich. Op zich, op zich. Het is niet helemaal hoe het hoort. Maar het lijkt een soort van op. Wat is dit? Dit lijkt wel een kikker in zijn hok. Een kikker in zijn hok, inderdaad. Ja, dit is hoe jij hebt het uitgelegd, Fred. Nee. Dat wat jij wat daar ziet, heb je niet uitgelegd gegeven. Wel. Nee. Schuin naar boven. Zwart. Knop. Bruin. Ja, bruin. Naar achter. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wacht, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 7 naar achter. Nou, Fred, ik zin op zich dat we het al goed gedaan hebben. De kijkers staan zo. Ik doe nooit meer mee. Jij doet nooit meer mee. Fred, toch geen. De kijkers thuis mogen een cijfer achterlaten. Jongens, wat geven jullie dit voor cijfer op schaal van 1 tot 10? Fred, wat geef een jij 1. Het? Een 1. Laat maar weten, we gaan door naar de volgende. Alright, jongens. We zijn bij ronde 2. Frank, wat leuk dat je bent gekomen hier helemaal heen. Ja, nou, dat is niet echt wederzijds, maar goed, ik ben er. Wat leuk dat je Koldert Veen even hebt verlaten. En we bevinden ons dan heel hoog in de lucht misschien, maar... Ik zie het. Ik heb een leuke uitdaging voor ons. Ik heb helemaal aan je uitgelegd. Jij gaat aan die kant, je mag zo meteen de hendel overhalen. Dan, je kent de regels. Ik heb het net met Fred gedaan, maar ik ga het nu met jou doen. Dus ik ben tweede keus. Nee, je bent de tweede aan de beurt. Nou, dat is het. Oké. Okay. Nou goed. Oké, ga op je plek. Dan mag jij de hendel overhalen wanneer je wilt. En dan ga je wat bouwen. En dan mag je het uitleggen op een hele bijzondere manier. Gaan we doen. Nou, haal de hendel maar over. Oké, de tweeën. Wat is dat? Mijn bouwwerk. Je bouwwerk. Nou, Frank, succes met je bouwwerk, oké? Ja, nou, dankjewel. Ik ga er het beste van maken. Doe jij je ding. A few moments later. Nou, ben je nou zover of... Je hebt wat gecreëerd? Ja. Oké, dan ga ik de timer klaarzetten. In 3, 2, 1, go Frank, je mag beginnen. Oké, goed. Nou goed, je hebt verschillende... Oké, hoe begin ik hiermee? Goed, we gaan het even eten. Dus gaan we dit allemaal correct doen? Goed, ja. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor! Ga nou maar beginnen, okay. De tijd is al begonnen. Hey, rustig aan, ik geef je de orders. Goed, ik praat, jij praat niet. Heel goed. Oké. Dit kan ik niet verwoorden, dus terracotta heb je nodig. Welke kleur? Grijs. Grijs terracotta, ja, die bestaat niet. Light grey terracotta. Of gewoon normaal grijs. Nee, normaal dat andere. Oké, grijs. Zo. Ja, plaats er maar één. Ja, 1, 2, 3, 4, 5 naar achter nog één. 1, 3, 4, 5 naar achter, dus dan liggen er 6. Nee, alleen de buitenste. Dus die ene, daartussen zit niks. Wacht. Opnieuw, ik heb er eentje. Ik heb één blok geplaatst. Ja, dan ga je 5 blokken naar achter, dan plaats je er nog één. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Dus er zitten er 4 tussen. Klopt, inderdaad. Ja? Goed, dan ga je of naar links of naar rechts. Maakt niet uit, laat je er weer 2 tussen. En op de derde plaats je er nog één. 1, 2, 3, ja. Zitten er 2 tussen dan, en dan een vierkantje hebben we nu. Ja, precies, ja? Precies. Oké, heel goed. Dan pak je van die halve blokken die uit dat hele warme land komen. Uit, ja, quartz slabs. Ja, maar dan wel de smooth quartz slabs. Okay. Precies. Daar, die maak je ertussen. Oh, hoog of laag? Hoog. Hoog. En dan helemaal rond of vierkant? Ja. Ja, dat heb ik. Oké, dat doe je bij de voorste en bij de achterste er eigenlijk ook tegenaan, zodat het een lange rechthoek wordt. Dat heb ik. Oké, mooi. Dus het is helemaal dicht nu? Ja. Ja. Gaan we door. Op die slabs. Ja? Op de voorste slabs. Ja? Allemaal voor, dus richting de muur, plaats je hele donkere blokken. Oké, dat kan ik. Dat kan ik. Hele donkere heb ik. Ja, en dan? Ik weet dat je dat kan. Ja, ik heb het gedaan. Dan plaats je daarachter nog een rij van. Daarachter nog een rij? Ja. Ja? Ja. Daarachter nog een rij. Daarachter nog een rij. En daar ook 2 erbovenop aan de buitenste kanten. De kanten? 2 erbovenop aan de buitenste kanten. Goed, dus verwacht wel... Nee, ik snap het niet. Wacht, even terug naar die 2 zwarte voorop. Nee, 4 zwarte voorop, op die slabs. Ja, dat zijn maar 4. Dat zijn maar 2 slabs.
Nee, want je zou daarvoor ook nog een rij maken. Wat ik jou vertelde. Hè? Daarvoor ook nog een rij. Ja, ik snap hem. En dan een rij van 4 zwarte. Ja. Ja? En dan nog een rij naar achter. Ja. Ook op de bruine. En dan nog een rij daarachter. En nog een rij daarachter. En dan op de linker en de rechter laat je nog eentje er bovenop. Op de linker en de rechter nog eentje maar. Of? Ja. Ja? Oké. Okay. Goed. Dan gaan we even helemaal naar de achterkant. Ja. Dan plaats je daar weer een rij van 4 zwarte tegen, naast elkaar op die slabs. Ja. Dus daar heb je het waarschijnlijk ook fout gedaan, dus goed. Nee, nu door. Ja, ik heb het goed. Ga door, Oké, dan ga je nog eentje weer richting het midden. Ja. En dan nog een rij richting het midden. Ja. En dan op die rij 2 en 3 plaats je er ook eentje op. Dus dat wordt dan een 2x2 zwart. 2x2 zwart, oh. We gaan dit nooit in de tijd redden. Nee, ga door. Dan heb je, als het goed is, in het midden nog 2 blokjes over. Ja. Daar plaats je een heel wit blokje tussen. Niet kwart, dat heb je al gezegd. Nee, oké. Okay. Ja? Dus, helemaal van 4 helemaal tot het einde, heb ik? Tot het einde. Oké, nou, daar plaats je ook 2 witte dingen op halve blokken waar je doorheen kan kijken. Ja? Op halve blokken waar je doorheen kan kijken. Ja, wat we hier net in het midden hadden om naar elkaar te kijken. Oké, ja. Ja, heb je dat? Ja. Oké, nou, dan ga je nog even snel naar de voorkant. Dan plaats je op de tweede rij, daarbovenop die zwarte blokken, 4 glas dingen naast elkaar. Ja, onderop. Ja. Oh, ja. Ja, nou, oké. Dat heb ik. Dan gaan we even naar de achterkant. Ja. Als het goed is, heb je daar 2 blokken naast elkaar. Of 2 blokken naast elkaar open. Nou, daar doe je het ook tussen. Ah, dat doe je het ook tussen? Wat doe je ertussen? Dat glas. Ja, dat heb ik. Oké. En dan? Is die 1,5 minuut dan niet lang voorbij? Nee, bijna. Nog 7 seconden. Wat is het laatste? Moeten er nog niet bovenop? Ja, dan moet er halve blokken de Ik denk dat het zo. Ja, ik heb het. De tijd is om. Ik denk dat ik het goed heb gedaan. Ik denk het niet. Ik denk het wel. Soort van goed gedaan. Nou, oké, Frank, je mag het dendeltje overhalen en dan gaan we kijken naar het resultaat. Hebben we het goed gedaan? In 3, 2, 1. Oh. Nou, op zich, hij lijkt er enigszins... Wat vind je van de politieauto? Ik wist dat het de politieauto zou worden. Wat vind je ervan? Ik zou hier niet graag willen rijden. Waarom niet? Ik zou niks kunnen zien door de vooruit. Nee, dat klopt. Ik snapte het al niet helemaal, maar nu snap ik het wel, wat je bedoelde. Deze wielen hebben door de modder heen gereden. Ja, dit zijn grijze terracotta, dat is wat ik moest pakken. Nou, wat heb jij dan voor terracotta? Volgens mij wat is dit toch een grijs. Je hebt cyan, je hebt blauw. Nou, volgens mij is dit toch geen... Waar we op staan is blauw, dit is gewoon grijs. Ja, maar deze heet toch cyan, dat is blauw. Cyan. Cayenne, cyan, nee, ik veel. Cyan. Ik zie hem. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Nou, Frank, dankjewel voor je... Ik ben teleurgesteld, ik ga weer. Ga je politieauto wegrijden. Frank, dankjewel. Daar ben je heen? Oh. Dankjewel voor het meedoen, ik zie je wel weer in Cold Veen, oké? Het is hobbelig. Hallo! Jongens, welkom bij ronde 3. We hebben Frederik uit de dood opgehaald. Die zweeft ergens door de ruimte rond sinds dat hij daar is opgeblazen. Frederik, dankjewel dat je even uit je graf wilde opstaan en met mij hier een video wilde opnemen. En ik heb alles aan je uitgelegd. Heb je er een beetje... Hoe is het met je? Ja, weet je wat is. We gaan beginnen. Klinkt goed, Frederik. Je weet wat je moet doen. Jij moet de hendel overhalen zometeen. Dan mag jij gaan bouwen en dan snap je... Ik hoef het niet eens weer uit te leggen. Veel succes ermee. Misschien ben jij de eerste die wel de hendel over kan halen dat dit lukt. Maar jij bent de wetenschapper, dus het kan niet fout gaan bij jou. Ja, inderdaad, ja. Je zou het zeggen. Ja. Doe maar, Frederik. Haal hem maar over. Stel me niet teleur. Jij kan dit. Ja, je bent de... Jezus, wat ziet dit er duister uit. Je bent de eerste die dit gewoon in één keer gedaan heeft. Weet je wat? Oh, ik ben daar ineens. Ja, weet je wat het is. Naar piraten. Oké, jongens, laten we beginnen met ronde 3. We wachten even tot Frederik klaar is met zijn gebouw. A few moments later. Dat was heel eng. Ik zat in F5 te shiften. Ineens stond je achter me. Lekker, hè. Vind je... Ja. Ben je klaar, Frederik? Ja. Ja, wat heb je gedaan? Gebouwd. Gebouwd. Ga je me uitleggen wat het is? Ga je het redden, denk je, binnen 5 minuten tijd? Nee. Nee? Het is veel te machtig. Veel te machtig. Is het weer iets om Content Veen op te blazen? Ik ga hier geen uitspraak over doen. Oké, ga jij naar je kantje? Kom op, ga maar. Ja, is goed. Ga maar. Hoezo, jij moet toch daarheen? Nee, jij staat aan mijn kant. Hier is toch niks gebouwd? Ik hou je in de raad. Ja, hou me maar in de gaten vanaf de andere kant van de muur. Maar snor. Nee, grapje.
Oké, jongens, laten we beginnen. Ik zet de timer aan, Frederik, in 3, 2, 1. Timer is begonnen. 5 minuten is de tijd. Je moet rood hebben, rood. Rood wat? Rood, ja. Oh. Rood. Ik heb rood. Ik heb rood. Hetzelfde ja. Als nee, je mag, hier beneden. Je kan toch niet kijken? Je mag niet naar kijken. Oh ja, oh ja, laat maar rood blokje met rust. Ja, sorry. Ja. Oké, rood. Ja. Eén neerzetten, één ernaast. Eén ernaast tegenaan? Ja. Ja? Ja, ja, ja. Twee omhoog. Allebei? Ja, dus drie hoog, drie bij twee. Ja, klopt, dat heb ik. Oké, dan eentje tegen de bovenstaan naar binnen. Naar binnen, richting de muur? Nee. Huh? Hoezo eentje naar binnen? Huh? Dat zul je zo meteen merken. Nee, wacht. Ik heb de 2x3. En dan op welke hoogte moet het blokje? De derde. De derde richting, en dan... Richting niks, richting de lucht. Oh, richting de lucht, oké. Okay. Ja, oké. Dan ga je weer naar de onderste. Ja. Dan heb je de vloer. Ja. Dan ga je 1, 2... 1, 2, 6, 7 naar de andere kant. Naar het muur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 naar de muur. Ja, kun je doen. Kan naar okay. De muur. Dus op de zevende plaats ja. Dan een rode. Er zit 1, 2, 3, 4, 5, 6 tussen. Dus de andere kant ja, op van ja. Waar je de bovenkant hebt gebouwd. Wat? Of dezelfde kant op. Nou, andere kant. Gewoon, ja, oké. Ja, ja, ja. Oké, daar maak je hetzelfde vormpje. Ja. Hetzelfde vormpje. En dan ook richting de muur. Dus dat het zeg maar gespiegeld is. Oké, nou. Ja? Oké, dan ga je twee diagonaal vanaf de benedenkant. Ga je diagonaal. Diagonaal vanaf de benedenkant? Ja. Ik kan wel ja zeggen. Maar ik snap er niks van. Ja. Waar moet ik nou een blokje plaatsen? Waar moet ik een blokje plaatsen? Frederik, ik snap het niet. Ik moest niezen. Oh, gezondheid. Dankjewel. Goed. Oké, ga als verder. Als je een van de 3x2 bent, ja? Ga je op de grond tellen, diagonaal ja? Naar een kant toe. Maakt niet uit welke kant toe. Diagonaal, oké. 1, 2, 3. 1, 2. En op de derde plaats je dan weer zo'n blokje en maak je weer hetzelfde vorm. Oh, en dan aan de andere kant ook. En aan de andere kant ook. Oké, ja, dat heb ik. Ik weet al wat ik wil gaan bouwen. Ik weet al wat dit wordt. Het wordt het einde. Het wordt het einde van Content 2, maar dan nog een keer. Precies. Ja, ga verder. Je gaat verder met een wit blok. Ja? Uit de neter. Uit de neter, ja. En dan ook plaatje. Netjes, ook mooi afgewerkt? Ja, zeker. Mooi afgewerkt. Oké, ja. Zeker. Die plaats je dan tegen die binnenkant aan. Drie hoog weer. Wat? Ja, drie hoog weer, of niet? Ja, zeker. Ja, oké, drie hoog. Ja. Ga je omhoog. Ja? Twee omhoog. Twee boven de drooien dus. Nee. Doe maar gewoon. Ja, jawel. Oké, ja. Oké. Ja? Ja. Moet ik er dan een rondje van maken? Ja, een rondje. Oké. Yes, jij bent hier niet zo goed in, Frederik. Daar ben ik nu al achter gekomen. Fred en Frank waren een stuk beter. Jij bent er nog niet zo goed in. Maar ik ga verder. Ik denk dat ik een soort van al iets heb. Ja, ga verder. Oké, heel goed. Dan ga je aan de buitenkanten. Ja? Ga je een paar naar boven. 1, 2, 3, 4, 5, 6 naar boven. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan het hele rondje. Alleen de buitenkanten. Alleen de omleiding. Ja, dat hebben we toch ook alleen? Ja, zeker. Oké, ja, ga verder. Ik ben hier niet goed in. Ik heb het alleen. Wat zei je? Ik ben graag alleen. Ja, ik snap dat je alleen werkt, maar je moet nu even... Kom op, je hebt nog een minuut om dit uit te werken. Ik heb nog een minuut. Dan heb je een gele kleur. Gele ja, kleur. Ja. Van hetzelfde blok als de vloer. Die plaats je in het midden, zodat je een soort van raampje hebt. Raampje? Ja, lekker. In het midden? Dat is toch geen raam? Maar ik heb hem, ja. Ga je naar boven? Ik snap het niet. Ik ben al boven. Ik was al die tijd al boven. Ga verder. Daar plaats je een ster van dezelfde... Soort. Ja, oké. En je gaat in een soort van punt, ga je omhoog. Maar wel met allemaal versieringen en mooie afwerking. Ik maak dus wel gewoon een punt. Een goede impact hebben. Ik maak wel gewoon een goede punt, oké? Als je op de grond komt en het einde is van komt er heen. Ik snap het. Ik maak wel gewoon zelf een mooie punt. Heel goed, dan ga je naar de onderkant. En dan ga je een soort van motor maken. Met een soort van blok waar je water in doet. Oh mijn god. Wacht. Hoe heet het ook weer? Zo. De tijd is om! Maar ik denk dat... Ik maak dit even af. Ik maak dit puur even af. Mooi. Gast, wat was jij niet goed hierin, Frederik? Wel. Ik heb zo met iedereen mijn best gedaan. En ik heb het gevoel dat we het minst bereikt hebben met Weidsevee. Oké, haal de muur maar weg. Haal de hendel maar weer over. En dan gaan we kijken naar het resultaat. In 3. Van mij echt prachtig. 2. Oh, wacht. Ik ben niet zo snel. 3. 2. 1. Waarom heb je me zo moeilijk gemaakt, Frederik? Waarom heb je me zo moeilijk gemaakt? Ik zei al. Ik vind het gek dat ik dit niet heb kunnen bouwen. Kijk dit dan, wat voor
Vierkant. Wat is dit lelijk? Ik zou dit nooit gebruiken. Nooit. Oh, mijn god, die wilde naar... Waar is dat raampje met geel? Ik zie die zit hieronder. Dat bedoelde ik. Kijk, die zit hier, het raampje. Oh, die van mij zat hier beneden. Ja, ik had door dat die van jou wel ergens anders zat. Frederik, ik ben een beetje teleurgesteld in jouw manier van uitleggen. Ik snap dat je alleen werkt en je kan gewoon... Spring maar weer naar beneden, naar de ruimte gewoon waar je geëindigd. Waar je vorige keer ook was. Weet je waar ik je heb opgehaald? Kom maar. Hier, dag Frederik. Ik wil snor. En hij verdwijnt in de zon. Jongens, laat even in de reacties weten wat jouw favoriete bouwwerk was. Was dat Fred, was dat Frank of was dat Frederik? Laat het weten, dan gaan we even kijken welke reacties het meest naar boven komen en wie de favoriet was. Maar voor nu, ik hoop dat jullie de fiets... Dat was ik. Wat? Hallo, ik ben Fred. Zat jij al die tijd al in de raket? Ja. Wat deed je hier? Ik ga naar de ruimte. Doe jij maar naar de ruimte gaan, Fred. Laat zeker even weten wie jouw favoriet was, jongens. Vergeet de video niet te liken. We gaan voor 5000 likes, hè. Kom op, onthoud het. 5000 likes. En dan nu spreek je la... Hallo. Ik ben weer terug. Hoe was de ruimte? Like, abonneer, water, glaasje, cola. Dit is mijn auto. Ik drink het op. Nee!